Zo, het is weer tijd voor vlog nummer 2. Vandaag ben ik in een park waar ik een abonnement heb. Alleen vandaag had ik daar niet zo heel veel aan, want het is weer een van de uitkoopdagen. En dan denk je van, in welk park ben je in godsnaam? Nou, je hoort er waarschijnlijk al aan de muziek en ik draai me ook even om. Ja, ik ben in de Efteling en ik sta bij Eftelingen. Dus ja, ik ga even meemaken hoe het is als een park helemaal is uitverkocht. Tenminste, uitverkocht wil ik ook niet zeggen, maar speciaal is gereserveerd voor mensen die bij de Ethos komen, noem maar op. Maar ja, ik moest eventjes extra bijbetalen, maar nu mag ik wel gewoon bij de uitkoopdagen mag ik niet winnen, dus dat is op zich wel relaxed. Dus we gaan het even meemaken en even kijken hoe het is sinds de laatste keer dat ik hier was. En dat was even kijken, eerste week van januari, dus ja, zoiets ja. Dus we gaan het zien. Ik hou jullie op de hoogte. Heel eerlijk zeggen, ik ben nu maar naar een van de rustige gedeeltes gegaan van het park. Want ja, laat ik het zo zeggen, bij het Anton Pieckplein waren we in de buurt. En in het Volk van Laaf is het eigenlijk, nou, het Anton Pieckplein is gewoon druk. Maar het Land van Laaf is gewoon gelukkig heel rustig. Ik wou net naar de Vogelrok gaan of Carnival Festival. Nou, die stond allebei een dikke wachtrij voor. Ik struikelde 4 keer over, over kinderwagens of over mensen die kriskras door elkaar lopen. Dus ja, dat was wel even iets minder. Ik weet nog niet of ik per se een fan ben van dit soort dagen, maar ach, het is wel eens grappig om het zo druk te zien. Ik dacht eigenlijk dat het 30 december al druk was, maar dit spant ook wel, nou niet de kroon, maar het heeft wel een redelijke aanleg eraan. Hier om te zien op het Steenbokplein, wat nu nog in winter Efteling natuurlijk gekleed is. En naast de bouwwerkzaamheden van Max en Moritz valt mij nog op dat het steeds de oude plattegrond van de Bob erbij staat. Terwijl je daar heb je natuurlijk Max en Moritz al staan, waarvan ondertussen het station zo goed als af is, althans nog met een paar dingetjes. En de baan is ook in zijn totaliteit uit. Ja, ik ben een beetje voorzichtig aan het filmen, want vorige keer kreeg ik een molazer, omdat ze niet wilden dat je natuurlijk een van de constructieplekken filmt. Maar jongens, dan zie je toch het oude gebouw van Pandadroom, wat nu Fabula is. En dan denk je ook van, doe er wat aan. Zeker, ze hebben nu aan deze kant hebben ze wel begroeiing erbij geplaatst, maar aan de linkerkant nog niet. Staan we bij de Baron, zoals je ziet. Het leuke nieuws is dat het pad weer open is dat naar de Python en de Vlieg van Hollander leidt. Ook al is de Vlieg van Hollander nu al tot met maart volgens mij een groot onderhoud. Dus die is op dit moment niet open. Nou, je ziet hem daar ook. Die is op dit moment dicht, maar deze grote knaller is op dit moment gewoon nog steeds open. Nou, kijk, daar gaat hij even. Heb je dat ook weer gezien? En dus, nog even in de rebound, kijk, daar komt hij. Jawel. Het enige vervelende is natuurlijk bij de Baron, omdat het zo'n speciale dag is voor mensen die bij de Ethos hebben geshopt. Want ik dacht dat het alleen voor de werknemers was, maar dat bleek dus niet te zijn. Nee, dat bleek gewoon, je had een bepaalde actie van de Ethos en op deze dag gaan ze er allemaal naartoe. En ja. Het is wel zonde, want niet alles is open. Bijvoorbeeld de Joris en de Draak, daar zijn ze nog steeds de ketting aan het vervangen. Kijk, die zit daar. Of nou ja, je weet wel waar die zit. En dat duurt aanvankelijk langer dan gedacht. Die is de gehele periode is die dicht geweest. Ik bedoel, sinds ik mijn Efteling abonnement heb, sinds afgelopen december, ben ik nog geen één keer kan ik erin. En dat vind ik jammer, want ik denk wel dat het mijn favoriete achtbaan is van dit hele park. Ik vind hem leuker dan deze jongen. En ik vind hem ook, nou ja, ik hou gewoon van dat beetje trillen, maar toch wel steady. Daar hou ik van. Dus ja, nou, goed nieuws dus. Het pad naar de Vliegende Hollander en de Python is gewoon weer open. Dus je kan gewoon weer lekker meefluiten met het lekkere muziekje wat er altijd draait bij de Vliegende Hollander. Althans, in mijn beste BV, in mijn honest opinion. Ik vind dat een heel fijn muziekje. En ik ga even kijken, er stond net een rij van 90 minuten voor de Python. Anderhalf uur. Nou,
Ik denk niet dat we dat gaan doen. Ik denk dat we de Python ook vandaag gaan overslaan. Dan maar een ander keertje. Nou, vooruit nog één keer. Precies. Dus we gaan richting het gebied van de Python, ofwel de Marenrijk. Of nee, het Ruigrijk, neem ik niet kwalijk. Ik kom naar Marenrijk. Nou, mijn excuus. Het Ruigrijk. Het is wel leuk, want we staan hier natuurlijk tussen het Efteling Hotel en de Halve Maan in. Tenminste, de Halve Maan is daar en hierachter loopt natuurlijk de trein. En hierachter komt dus, als alles doorgaat, Circus Balancé. Een lounge circus achtbaan. Maar voordat allemaal nog komt, dat duurt nog wel eventjes. Want voor zover ik weet zijn alle vergunningen nog niet rond en is het nog, naar mijn weten, eventjes afwachten op de uitspraak van de Raad van State. En dan kunnen ze hierachter gewoon ook nog een heel rijk bouwen. Dus spannend wat hier allemaal gebeurt. Voor nu zal het een verrijking zijn, aangezien je hier natuurlijk een heel leuk of heel lang stuk hebt waar eigenlijk niet zoveel is, met uitzondering van de trapachtbaan, of trapachtbaan, trapattractie, wat nu natuurlijk de langlaufbaan is. Ja. Geestig. Ik ben net in de Droomvlucht geweest en dat is al voor mij een tijdje geleden. Het was denk ik de laatste keer was, even kijken, nou in januari ook weer, eerste week januari. Een paar dingen die me opvallen, positief, zo'n beetje alle animatronics doen het weer. Ik zag ook de prinsesjes op de tak weer heen en weer wiegelen. Alles ging soepel, het zag er goed uit, niks haperde echt. Alleen ja, dan kom je bij de trollenscène, weet je wel, waar iedereen nogal wat harder gaat. Ja, sorry, de file volt zijn nog in. En daar is het toch gewoon niet echt mistig genoeg. En dat vind ik dan toch wel weer zonde. Maar boven alles heeft hij me zeer, is hij me zeer bevallen. Ik zie nu dat de file volt show gaat beginnen, dus ik draai de camera even om. Niemand zou het ontstegen. Niemand staat mij in de weg. Voor de duivel ben ik niet bang. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt. Hugo van den Loonse Duinen. Door uw huis zal tieren een huiver die u toekomt. Thank you.
Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw... Nou ja, dat gezegd hebbende, Villa Volta was altijd al de attractie met de beste muziek en nu ook met de beste videomapping. En al met al, het is denk ik wel toch wel mijn favoriete attractie hier in de Efteling. Althans, voor nu, laten we daarop houden. Maar geweldig videomapshow, eerlijk is eerlijk. Ja, en met dat hebben we ook gelijk een einde gemaakt aan deze vlog. Ik heb niet zoveel attracties kunnen doen omdat half Nederland hier in het park liep. Maar over een paar weken of wat er ook zijn we gewoon weer terug en dan doen we de rest. Dus nou, doei. Vergeet trouwens niet even te liken mocht je dit nou heel erg vet vinden. Liken, subscriben, whatever. Je hebt een subscribe knop of een abonneer knop, hoe je het ook wil noemen. En daarnaast heb je een belletje en dan kan je, dan krijg je een... Ja, dan word je geattendeerd, laat ik het daar even op houden, op het moment dat er een nieuwe video online is. Mocht je dat nou willen, dan weet je dus subscriben en vergeet niet te liken, zo kan nog. Mocht je mij nou willen steunen door middel van benzine, kosten die ik kwijt ben aan apparatuur om mee te nemen. En ook bijvoorbeeld het podcast wat ik ook doe, dat staat allemaal gegeven, of tenminste opgegeven op de site petje.af/elmer. En als je daar naartoe gaat, dan kan je mij financieel steunen en dan kan ik meer van dit soort leuke dingen voor jou onder andere onderzoeken. Voornamelijk ook voor mezelf, maar ik vind het dan ook wel leuk om er even wat meer over te vertellen. En vanaf de beste madhouse ter wereld, vanaf de mooiste, mooiste pretpark van Europa tot nu toe wat ik heb gezien. De wereld durf ik niet te zeggen. Ik wens jullie nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.